2021 was een dynamisch jaar voor het waterschap. Met twee hoogwaters, twee bijzondere hoogwaters. In februari ook in een week met sneeuw en strenge vorst. En dat leverde prachtige plaatjes op, maar natuurlijk ook extra zorg, aandacht, omdat die combinatie bijzonder is. Tweede hoogwater in de zomer, dat hadden we in die heftigheid nog nooit meegemaakt. Ellende over de grens en in eigen land in Limburg met veel schade. En dat maakt ons nog alerter, want het klimaat zal naar verwachting blijven veranderen. Dus de extremen worden ook echt extremer en daar moeten we ons op voorbereiden. Nou, we zijn al eeuwen bezig als waterschap met droge voeten houden, ook in dit gebied. En omdat het klimaat verandert, moeten we altijd weer bezig zijn met ja, wat zit er aan te komen, voorbereiden op het voorkomen van de volgende ramp. Ja, als je hier naar de overkant, Wolfgesprok, daar zijn we nu echt met de uitvoering begonnen. En dat vinden bewoners ook wel eens lastig, vervelend. Ja, moet die dijk nou weer op de schop? Maar ja, afgelopen zomer hebben we gezien hoe snel het kan gaan, hoeveel regen er in korte tijd kan vallen. Dus we blijven bezig in ons hele gebied met die dijken verstevigen. En dat doen we wel om iedereen in ons gebied veilig te laten wonen en werken. We komen er ook steeds meer achter dat er grenzen zitten aan wat je met je omgeving kan doen. En die moeten we koesteren. Wij doen dat door bijvoorbeeld op de dijken te werken met gefaseerd maaibeheer, zodat insecten en planten en daarmee ook andere dieren ja, veel meer ruimte krijgen om robuuste populaties te vormen. Die dijken zijn prachtige linten door het landschap. En daar gaan we steeds verder in overleg met de omgeving, hoe die dijken ook biodiverser kunnen maken, zodat we ook in de toekomst nog kunnen genieten van een prachtige omgeving. Als waterschap zijn we ook steeds meer betrokken met onze omgeving. Ik noem de operatie Steenbreek, waarbij we samen met andere mensen proberen te verleiden hun tegels uit de tuin te halen. En dat lijken dan allemaal druppels op een gloeiende plaat, maar heel veel druppels krijg je ook een emmer vol. En dat maakt dat bij een piekbui we niet meteen wateroverlast hebben. Dus dat zijn ook initiatieven waar we volop aan meewerken, samen met onze inwoners. Het klimaat zal blijven veranderen, maar we willen er ook alles aan doen om die klimaatverandering af te remmen. Daarom proberen we als waterschap ook zoveel mogelijk onze energie zelf op een duurzame manier op te wekken. Bij de energiefabriek in Sleewijk winnen we dus duurzame energie die we weer terugleveren aan het net. Een ander voorbeeld zijn de gemalen in Kinderdijk. Er zat een dieselmotor in en die vervangen we dan door een duurzame elektrische motor, waardoor we de wereld toch iets minder vies achterlaten. Ook de komende jaren blijven we met elkaar werken aan schoon en voldoende water en uiteraard aan veilige dijken. En voor iedereen de beste wensen.